De Surinaamse overheid kan nog steeds wapens importeren voor het leger en de politie, echter met wat meer regelgeving en vergunningen. Dit zei ad interim minister Krishna Kumari Mathura van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking gisteren in de Nationale Assemblee. Mathura reageerde op een vraag van NDP-parlementariër Stephen Tsang over een mogelijke blacklisting op de import van wapens en munities uit de Verenigde Staten. De bewindsvrouw stelt dat er wel een beperking is voor wapenimport door particulieren. Wat particulieren betreft, daar is inderdaad een beperking op gekomen. En dat heeft te maken met risico's die er zijn, waarbij wapens in handen van mensen die niet rechtmatig een wapen moeten hebben terechtkomen. Dus dat zijn de risico's. En wij hebben als land de plicht om die risico's te beperken en meer controle, dus onze instituten te versterken, zodat inderdaad onze instituten sterk worden en dat we beter kunnen handhaven en beter kunnen controleren. De bewindsvrouw zegt dat dit veelal te maken heeft met onvoldoende investeringen in de instituten in de afgelopen jaren en pleit dan ook voor voldoende investeringen in de instituten die vooral bezig zijn met controlewerkzaamheden.